Quota International of Suriname is afgelopen zaterdag in Meerzorg gestart met een gezondheidsproject getiteld Quota Heart for Women Caravan. Het project houdt in dat vrouwen toegang krijgen tot informatie over hart- en vaatziekten bij vrouwen die wereldwijd doodsoorzaak nummer 1 zijn. Ook kregen ze richtlijnen over een gezonde levensstijl en zijn ze fysiek getest op de lichaamsconditie. Maya Heijmans, goedschalk van Quota International of Suriname, zegt dat de vrouwen zo een heel parcours hebben doorlopen. Vervolgens gaan ze dus na de presentatie gaan ze een aantal stops maken. De eerste stop is bij de fysiotherapeut, waarbij ze voorlichting krijgen over bewegen, gezond bewegen. Ze gaan zelf ook wat oefeningen doen en krijgen dan feedback over hoe het gesteld is met hun conditie. Ze gaan ook bij onze post meten en wegen. Daar wordt hun bloeddruk opgemeten, hun glucose, dus om te checken hoe het met hun suiker zit. Hun BMI wordt opgemeten, hun buikomvang. Waardoor de vrouwen eigenlijk wat meer informatie krijgen over hoe het eigenlijk gesteld is met hun lichamelijke gezondheid. Vervolgens krijgen ze voorlichting van onze diëtisten. En daarna gaan ze met al de gegevens die ze hebben verzameld, gaan ze dus op de bank zitten bij een van onze huisartsen. De vrouwen hebben enthousiast gereageerd op de oproep om deel te nemen aan het project. Ze vonden het fantastisch dat zij uitgebreid gecheckt zijn en ook alle vragen konden stellen. De organisatie heeft gratis bussen beschikbaar gesteld om ook vrouwen uit de verre resorten de mogelijkheid te geven mee te doen. Zo kwamen er vrouwen uit Marienburg, Tamanregio, Ellen en New Amsterdam. Heijmans geeft aan waarom er voor Kommerwijnen is gekozen. Ja, eigenlijk is Kommerwijnen een district dicht bij ons hart. We weten dat er heel veel vrouwen zijn hier in Kommerwijnen die openstaan voor informatie. En voor de eerste Quota Heart for Women caravan was het voor ons ook prettig dat we niet al te ver hoefden te gaan. Dus we gaan de brug over en we zijn er. En welke districten volgen hierna? Hoe ziet jullie traject eruit? Nou, het is nog niet 100% zeker, maar we zijn in ieder geval van plan om naar district Saramaka te gaan. District Para, district Marowijne, district Sipaliwini in ieder geval aan te doen. Maar dat moet natuurlijk in nauwe samenspraak met de bestuursdienst. Omdat je natuurlijk niet gewoon naar een district kan gaan. Maar we moeten de samenwerking met de lokale actoren aangaan. En dat is voor ons nummer 1. En als dat goed zit, dan kunnen we naar het district. Maya Heijmans, goedschalk over de Quota's Heart for Women Caravan. Het project is voor het eerst uitgevoerd.